Zandsteenafzettingen. En zandsteenafzettingen zijn ter wereld de mooiste gesteenten om daar figuren en vormen en erosie in te zien. En dat zie je hier ook al, als je overal ziet, de structuren, vormen, gezichten, bonen, van alles kunnen die zien. Maar grillige vormen die ook relatief snel veranderen. En Grete zal beamen, als we hier komen, jaar na jaar na jaar, ziet het er altijd al een klein beetje anders uit. Maar hoe is het hier gekomen? Wel, zand. Steen ontstaat door afzetting van zand. Zand wordt afgezet door de zee. Hoe komt dat zand in de zee? Dat komt in de zee van de erosie van vroegere gebergtes. Elders waar dat geweest zijn, dat kan ver van hier geweest zijn, zijn in de zee terechtgekomen. De zee sleept dat mee en zet dat af na verloop van tijd. Die afzettingen, dat gebeurt niet in één keer. Dat kan lang duren. Dat gaat over honderdduizenden, maar dat gaat ook over miljoenen jaren. De afzettingen die we hier hebben, dateren vooral uit het tertiaire tijdvak. Het tertiaire tijdvak is het tijdvak dat begint 65 miljoen jaar geleden, na het krijt, het einde van de krijtzee. En dat kent allemaal, want dat is de periode dat de dinosaurussen zijn uitgestorven.